Ja, het is een komen en gaan van personeelsleden, familieleden die komen kijken. Ja. Luc Martin, het begint erop te lijken, of niet? Het begint eindelijk te komen. We komen eindelijk uit de rommel. En ja, je ziet het. We zijn overal hier bezig. En dit is toevallig ons gedeelte zowat op de vestiging van Peter Geenen na. Maar we zijn hier bij de supermarkt, hebben zowat de vloer er al in liggen. Bij de eters zien jullie dat ze met de afwerking van de vloer bezig zijn. Volgende week beginnen we daar bij de Primera. Het begint te komen en het gaat in een zeer rap tempo eigenlijk, om zo maar te zeggen. We hebben zo rond juli, augustus, kregen we een heel positief bericht. We gaan 6 weken, 8 weken open. Ja. Eerder, ja. En nu wordt het een Sinterklaas cadeautje. Ja, helaas. We hebben wat constructieproblemen gehad. Dat heeft wat meer werk en dat kun je ook zien aan de balken die in de winkel zitten bij de supermarkt. Die zijn allemaal verstevigd. Die moesten allemaal weer afgetimmerd worden. Er is een heel stuk van het beton afgezaagd en daar is weer een balk ingetrokken. Dat heeft toch heel wat werk gekost. Ook constructief technisch en dat moet eerst weer goedgekeurd worden. Ja, en daar lopen we eigenlijk daardoor een week of 8 eigenlijk achter. Ja. Je zegt net, ze zijn de ethos, die zijn ze al aan het betegelen op de vloer. Mm-hmm. Dat is al bijna klaar. Primera schiet op. Ja. Ben je dan zover dat je kunt gaan inrichten? En hoeveel tijd heb je daarvoor? We hebben de tijd tot de 13e november. Dan moeten we eigenlijk open zijn. Dat doen we ook met de ethos. Want de ethos hebben dus een verplichting om te verlaten, de oude pand. Want dan moet voor de Chinees ingericht worden. De supermarkt... Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dan gaan we ook dinsdag de 13e open. En dat is dan eigenlijk een noodwinkel, om het zo maar te zeggen. Want achter de wand die daar zit, zit nog 300 meter oude winkel waar we er nog bij krijgen. Mm-hmm. En zo is dat, dat we dat gaan inrichten. Ja. Dus dat houdt in dat de winkel dan nog niet officieel helemaal is zoals die wezen moet? Die is dan nog niet helemaal officieel zoals die wezen moet. Nu ben je daar al een hele poos mee bezig, met dit nieuwbouwproject. Ja. Natuurlijk, het pleegt op een of andere manier een aanslag op jezelf. Maar zeer zeker. Hoe is je personeel eronder? Ja, mijn personeel, daar eis ik ook eigenlijk heel veel van. Ik eis veel van mijn eigen, maar ook van mijn personeel. En we hebben eigenlijk ook heel veel van onze eigen klanten geëist. Of geëist is te veel gezegd, maar... Daar zijn we eigenlijk heel erg dankbaar voor dat die nog weer door sommige puinhoop toestanden, om het zo maar te zeggen, zijn komen winkelen. Ja. Daar mogen we eigenlijk heel dankbaar voor zijn. Ja. En zo ben ik eigenlijk ook voor de inzet van mijn personeel ontzettend dankbaar. Ja. Je collega's, ondernemers die hier zitten, mm-hmm. gaan die allemaal rond dezelfde tijd over als dat jullie dat doen? Het gaat gefaseerd. Wij gaan dus zelf hier zitten met 3 winkels. Maar Debbie, de kapsalon, die gaat ook dezelfde tijd open. Peter Geenen gaat dezelfde tijd open. Peter Geenen zit ook weer een must achter, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Want die moet uit het oude pand, want er wordt weer gesloopt. Ja. Helemaal gestript. Ja. En wij moeten ook die 300 meter die we er nog bij krijgen, moeten wij per se op die dag uit zijn. Ja. De apotheker, heb ik gezien, die is al aan het inrichten. Ja, die is al aan het inrichten. Dus ik neem aan dat dat volgende week gestript gaat worden als die eruit is. Dus zo rond de 24e, 25e is hij al open eigenlijk? Van de oktober, ja. Tot slot, als je dat nog een keer moest doen? Deed ik het niet. Het is een zware klus, hè? Het is een hele zware klus en hij valt eigenlijk best wel een beetje tegen. Ja. Om het zo maar te zeggen, er wordt zoveel van je geëist, verwacht en juridische toestanden erachteraan. En het loopt allemaal niet even prettig met de bouw. En hun hebben hun bouwen eigenlijk nooit, schijnbaar een winkelcentrum, hebben nooit met klanten te maken. En dat zei ik net al, van ik ben heel erg dankbaar voor de klanten dat ze dit allemaal geaccepteerd hebben. Maar ze hebben eigenlijk gewoon, om het plat te zeggen, scheid aan iedereen. Ja. Want ze zetten gewoon een kraan voor de deur en bekijk het maar. Ja. En dat jij er nog onderdoor moet lopen, heb ik niks mee te maken. Ik ben hier aan het bouwen. Ja.